veel mee rondreizen. En de hele week zijn we de planeet rond aan het gaan met Frits Barend. En die zit hier naast me. En vandaag gaan we naar de Alpen. Ja, we gaan skiën. Skiën. Ben je een skier? Ik ben een sporter, dus ik vind skiën van... Maar ik kan niet goed skiën. Dat stoort mij. Ik zou veel beter willen skiën. Ik ben te laat begonnen. Je moet eigenlijk beginnen op je 6e, 7e. Ik ben pas op mijn 30e begonnen en dan leer je het nooit meer echt goed. En wat is je slechtste punt met skiën? Bochtje links, bochtje rechts? Nee, gewoon echt keihard naar beneden gaan. Maar ik hou ook een beetje, ik denk, ja, ik ben al wat ouder, laat ik maar geen gekke dingen doen. Maar als ik mijn kleinkinderen al zie skiën, denk ik... Frits, je bent 70. Kom. Ja. Dan breek je niet een heup, dan breek je je hele donder. Breek ja, je dan. Nou ja, dan maar. Ja? Stel dat je dat kon, zou je het gewoon doen? Nee, ik bedoel, ik probeer het te voorkomen. Maar als het gebeurt, kan ik er ook niks aan doen. Nou, hoe lang ski je al met het gezin? We zijn met Barbara en Kim zijn we gaan skiën. En Barbara is natuurlijk een echte wilde. Die kon ook echt wel goed sporten en was al meteen een goede skier. En ik vond dat ze te hard ging, had ik me er niet mee bemoeid. En toen zegt... Papa wil ik langzamer gaan skiën. Kijk, achterom moet ik dan zo langzaam. En door langzaam skiën maakt ze een bochtje fout. Breekt haar been. Ja. Och, ik hoor nog die gil. Want ik wist meteen dat het kapot was. Aan de gil hoor je van kind iets gebroken heeft. Nou, bij Tante Ria hoorde je het ook, hoor. Oh, bij Tante Ria. Daar stak een bot uit. Dus, ja, ja, maar je hoort soms aan het huilen of een kind echt zich aanstelt of niet. Ja, ja. Nou, toen zijn we even een tijdje niet geweest. Zijn we daarna weer wel gegaan. En toen ik kleinkinderen kreeg, heb ik ook weer gezegd... Ik zou het leuk vinden om weer te gaan skiën. En wat is er dan zo leuk aan? Je bent een week... Je bent heel intens aan het sporten. Mm-hmm. Je leeft heel gedisciplineerd. Je moet 's ochtends om 8 uur aan het ontbijt zitten. Want om 9 uur moet je naar de lift toe. 10 uur moet je de kinderen afleveren. Dan ga je zelf nog skiën. Het is lekker weer. Je bent buiten. En dan 's avonds lekker eten. Ja. Met een goed glas wijn. Ik heb ook heel veel geskiet. En zo langzamerhand dacht ik... dan moet je eerst in zo'n winkel... waar de knappe jongens je dom aan staan te kijken. Ja, klopt. Dan moet je door het dorp heen zeulen... terwijl je al oververmoeid bent met loodzware schoenen en skis. Nee, maar de skis geef je af... Oh, je gaat naar duurdere dingen dan ja, niet. Ja. Nou, en dan zit je de hele week gernkneudels weg te knagen. Ik heb het getroffen. We hebben nu een hotel getroffen. En ik heb aanvankelijk heel veel moeite gehad met naar Oostenrijk te gaan. Ja. Dan ging je altijd naar Zwitserland, bedoel je? Ik ga naar Zwitserland of Frankrijk. Altijd naar Zwitserland. Naar Frankrijk of Italië. Italië niet gaan, maar daar heb ik ook over gedacht. En uiteindelijk heb ik iemand heeft mij een hotel aangeboden in Oostenrijk. Ja, dat is me ontzettend goed bevallen. En ook met de kinderen. En de oudste kon al goed skiën van 11. En de jongste van... Toen ook 6 is gaan skiën. Wat een schattige plaatjes, hè? Ja. En het meisje... Ben je een trotse opa even tussendoor? Nee, totaal niet. Echt niet? Jawel, ontzettend. Ja, hoe uitzicht dat? Geef je dan dure cadeaus of ben je de hele tijd... Nee. Ik zeg altijd, ik hoef niet elke dag met elkaar te bellen als maar 3 keer per dag is. Zo eerlijk. Ik wil 3 keer per dag weten hoe het met ze is. En dat is wel eens tot ergernis van mijn dochters. Ja, dus wel begrijpelijk, schoondochter, toch? Ja. Die wel eens, maar ik wil elke dag weten hoe was ze op school. Hoe vonden ze op school? Hebben ze goed gegeten? Hebben ze goed geslapen? Wow. En dat vind je wel oké van jezelf? Dat vind ik wel oké van mezelf, ja. Zelfs op later leeftijd kan je af en toe een kleine aanpassing doen naar je gedrag natuurlijk. Ja, maar dat doe ik toch niet. Nee. Maar ik vind het dus hartstikke leuk met die nu dus verheug ik me. We gaan nu eens weer het komend jaar. En ben je dan zo iemand die ook samen de skihut in en dat je dan meedijnt of wat? Nee. Want je bent nu op die kinderen gericht. Dus die kinderen hebben dan les, 's ochtends en 's middags. Mm-hmm. En dan willen die kinderen meestal naar huis en dan kunnen ze het zwembad in. Dan gaan we zwemmen, dan gaan we lekker eerst die kinderen lekker eten. En die gaan nu dan wel zelf naar bed. En dan gaan wij goed aan tafel. Maar je gaat niet te laat gezellig. Naar bed. Ja, maar je gaat niet te laat naar bed. Maar het geheel en het afterski, après-ski is aan mij niet zo besteed. Maar misschien naar die kinderen straks wel. Maar het feit dat je die kleintjes zo die berg ziet afzuizen, dat geeft me zo'n goed gevoel. En als ik dan daar met de kleintjes, niet mijn dochters en mijn schoondochter, maar die daar naar achter zie gaan. En wij gaan dan met mijn dochter en mijn schoondochters, mijn dochters en mijn schoondochter, gaan wij er zelf skiën. En ik mag meeskiën van hun. Ja. En ik hou het tempo wel een beetje op. Dan gaan we morgen op die laatste dag gaan we heel ergens anders naartoe. Ik zie je nu een beetje ontroerd staan bij die klagemuur met je kinderen. Ja. En in Amerika geniet je heel erg ook een beetje van de Joodse cultuur af en toe. Ja, ja. En nu weer dat familiegevoel. Kan je jouw levensgeluk samenvatten? Dat kan ik wel samenvatten. En dat meen ik echt serieus. Mijn hele grote deel van mijn familie is vermoord. En ik ben alleen door mijn moeder opgevoed, door omstandigheden, met mijn broer. En mijn moeder heeft me altijd geleerd toen mijn dochters jarig werden, toen ik kinderen kreeg en mijn dochters jarig werden, zei ze, Frits, vier het. En vier alles wat je vieren kunt, want wij konden het niet. Dankjewel, Frits. Tot morgen. Tot morgen. Hopelijk zijn jullie er dan ook. Tot morgen.